In dit korte dagelijkse avondgebed nodigen we je aan tafel uit. Je hebt niet veel nodig: een kaars en lucifers, een glas voor iedereen die mee aan tafel gaat en voor elk iets lekkers om te drinken. Welkom bij Bidden aan Tafel. Vrienden, goede avond. Bedankt dat je er opnieuw bij bent om samen onze weg verder te zetten doorheen de paastijd. Gisteren vierden we de zalige Charles Dekkers. Morgen is het de feestdag van onze pater Damiaan, de heilige die ons leert de zieke en lijdende mens nabij te zijn. Het zou eens interessant zijn om in te gaan op de vraag wat hij te zeggen zou hebben over onze huidige situatie. Maar dat is niet waarom we ons nu verbinden. Laten we alvast vragen dat hij met ons meebidt in dit uur. We zullen eerst onze gezinskaars ontsteken met het vuur van de verrezen Heer. Laten we zijn licht dankbaar onder ons ontvangen. Heer Jezus, Gij die uit de dood zijt opgestaan, laat uw licht schijnen over ons. Vervul ons met de warmte van uw grenzeloze liefde en verbind ons met de kracht van uw Heilige Geest. Elke avond krijgen wij een tekst uit de Bijbel aangeboden. Vandaag komt die opnieuw uit de eerste brief van Petrus. Ik lees hem voor. Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor de kudde. Wanneer de opperherder verschijnt, zult u de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Wat raakt jou in deze enkele woorden? Als je wil, mag je aan elkaar vertellen welk woord er uitspringt voor jou. Of je mag in stilte bij dat woord blijven verwijlen. Ook ik zal nadien vertellen wat mij is opgevallen. Ik wil graag dit woord nog eens laten klinken. Wees een voorbeeld voor de kudde. Petrus schrijft aan de herders van de kudde. De herder moet geen schaap worden, maar hij moet wel een voorbeeld geven aan de kudde. Het is een uitnodiging die ik ook tot mij neem. Laten we dit Bijbelse moment afsluiten met een gebed. Lieve God, wij danken u dat gij ons blijft aanspreken. Help ons om uw woord steeds dieper in ons hart te laten doordringen. Dat wij mensen mogen worden naar de maat van uw hart. Door Christus onze Heer. Wie wil jij vanavond toevertrouwen aan de liefde van God? Wie wens jij zijn barmhartigheid en zijn vrede toe? Iedereen aan tafel mag een persoon of een groep opnoemen voor wie je vanavond graag wil bidden.
Ik wil je uitnodigen om te blijven bidden voor de verpleegkundigen. Een thuisverpleegkundige sprak me aan om te zeggen dat ze moe is na al die weken. Dat het bijzonder druk blijft. En dat ze niet weet hoe lang die extra last nog moet blijven duren. Voor haar en voor zoveel van haar collega's wil ik blijven bidden. God, aanhoor onze beden en laat ons voelen hoezeer Gij met ons verbonden zijt door Christus onze Heer. Aan het einde van de week willen we samen bidden het gebed dat Jezus ons heeft geleerd en dat medegelovigen van ons over heel de wereld bidden, omdat het van Jezus komt. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. In deze Mariamaand richten we ons elke avond ook tot de Moeder Gods. En tot haar bidden wij: wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Laten we zorgen dat iedereen rond de tafel nu iets te drinken heeft, dan kunnen we feestelijk klinken. Het is zaterdagavond, dus kies ik opnieuw voor een glaasje wijn, witte wijn, met als naam Bishop's Leap, de sprong van de bisschop. Deze wijn komt van Nieuw-Zeeland en er zit een legende achter dat een bisschop daar achterna werd gezeten door een lokale stam die hem weg wilden. En ze dreven de bisschop tot voor een grote rotswand. En de bisschop, liever dan in de handen te vallen van die plaatselijke stam, sprong hij van de rots naar beneden en stierf. Mij is het nog niet overkomen bij gebrek aan grote rotsen in het bisdom Antwerpen. Dat Pater Damiaan ons mag blijven inspireren om de vreugde van Pasen te delen met velen. En vanuit mijn hart wens ik u toe dat het op ons aller gezondheid mag zijn. Bishop's Leap, gezondheid.